Een hele goede morgen. Welkom bij Nieuwe Ups and Down. Het is hier zo lekker rustig. Er is hier geen kind. Ik heb Sam naar school gebracht. Jordi die stond vanochtend eigenlijk heel vrolijk en blij op. Hij heeft netjes zijn luier volgepoept. Dus ook tegen ons, ja. Ik zei, hij is niet ziek, zeg maar, in die zin. Is hij niet geweest, maar... Ja, zijn darmen waren toch echt wel een dingetje. Ik zeg, maar dat is nu eigenlijk voorbij. Ik zeg, ik ga hem niet nog thuis houden. Ik zeg, vandaag gaan ze ook snoezelen en dat soort dingen allemaal. Ik zeg, het is leuker als hij gewoon lekker naar school gaat. En maandag heeft hij ook een studiedag. Dus ja, hè. Dus ik heb ze allemaal naar school gebracht. En Liam voor de tweede keer. Ging eigenlijk vrij goed. Alleen toen hij de klasdeur opendeed, toen dacht hij bij zijn eigen... dat gaan we niet doen. Maar ja, na 10 minuutjes was hij alweer heel vrolijk en blij. Dus dat. Even verder mijn croissantje opeten. En dan denk ik dat ik even de douche ga poetsen. Die is ook nodig. En dan moet ik om 12 uur alweer Sam op gaan halen. Eigenlijk wilde ik de douche gaan poetsen. Ik heb tot nu toe alleen de was aangezet. Slecht dit. Ik heb gewoon geen puff om dat te doen. Maar ja, morgen weer een dag toch? Ik blijf denk ik lekker. Oh. Ik laat jullie gewoon vallen daarvan. Zo onder de indruk ben ik van mezelf dat ik dit doe. Ik lig gewoon op de bank. En ik blijf op de bank liggen totdat ik Sam moet gaan halen. Ja. That's what I'm going to do. Oh, krijg je zo'n spijt van, hè? Maar goed, ik ga gewoon lekker rustig aan doen. Ja, dat is wat ik ga doen. Ik heb net Sam opgehaald. Die heeft gegeten, gedronken, alles gehad. Hij wilde heel graag tablet spelen en niet buiten spelen. Dus, of met de tablet kijken en niet buiten spelen. Hij is gewoon moe. Dus ik laat hem dat even doen. Ik ga even mijn was doen. En dan ga ik even zelf eten. En dan, dan gaan we wel weer zien hoe het loopt. Ik moet in ieder geval om 2 uur weg om Jordi op te halen. En dan moet ik vanuit daar moet ik ook weer door om Liam op te halen. Dus dat moet ik ook nog gaan doen dan. En dan zijn we thuis en dan hebben we weekend. En die douche heb ik nog steeds niet gepoetst. Ga ik ook niet doen, heb je zin. Nou, ik heb alles weer lekker thuis. Sammy slaapt, Liam is wakker. Jordi die heeft vanochtend geslapen. En ze hebben ook allemaal drinken. Jordi wil niet alles opdrinken, maar Jordi blijkt op school al de hele dag een beetje zeurzin te hebben. Dus ja, nou ja, het is zoals het is. Ik ga heel eventjes kijken of Taxi nog iets ergens blij mee kan maken. Even de broodtrommels opruimen, tassen opruimen, et cetera. En dan kan ik aan het eten gaan beginnen. Tegen 4 uur komt Niels weer thuis, dus komt goed. Een hele goede morgen. Niels die is werken. Ik zit hier met de kinderen. En Jordi heeft nog steeds wat buikpijn. Dat was gisteren op school ook. Maar hij is wel vrolijk, dus daar gaat het om. En hij kan zijn ontlasting kwijt, dus dat is ook nog prima. Sam zit daar. Jordi zit daar. En Liam zit hier. En Liam is nog steeds overprikkeld van gisteren. Dat merk je gewoon. Want zoiets is voor hem gewoon heel erg... hoe moet ik dat noemen? Het is gewoon heel erg prikkelig voor hem. Omdat hij het nog niet gewend is. Dadelijk, als hij het eenmaal gewend is, dan komt dat wel goed. Dus daar is hij nog steeds een beetje mee aan het struggelen, zeg maar dat. Dat is voor hem gewoon nog even een dingetje. Dus hij is ook hartstikke erg zijn broers aan het treiteren en etteren de hele tijd. Dus ik zei op een gegeven moment, ik zeg jongens, ik zeg jullie gaan allemaal de tablet kijken. Ik zeg en mama, die wil even niks horen. Dus het is even rustig. Gisteravond... had ik heel even behoefte aan mijn nagels te doen. En ik heb ze iets langer gemaakt.
Daar had ik zin in. En dan vragen mensen vaak aan mij van, maar hoe doe je dat met nagels dan? Als je bijvoorbeeld een doekje moet doen. Nou, eigenlijk zal ik jullie eens in meenemen hoe dat ik dat doe. Nou, het is eigenlijk heel simpel. Als ik een doekje heb en ik moet de kont afdoen, dan pak ik meestal dat doekje zo. En dan wrijf ik zo met dat doekje. Soms lukt dat niet. Maar dan zorg ik dat het doekje zeg maar dubbel gevouwen is over mijn handen heen. Dus er kan in principe kan er dan niks op mijn vingers komen, zoals je ziet. En meestal heb ik een dubbel gevouwen doekje hoor. Dus er kan dan sowieso niet zoveel opkomen. Maar dat is wat ik meestal doe. Voor Jordi hebben we meestal washandjes om zo'n lasting schoon te maken. Dus dan stop je gewoon je hand erin. Maar meestal gebruik ik mijn vingerkootjes om alles schoon te maken. Zodat ik niet met mijn nagels aan hun kontje zit. Dus dat is wat ik meestal doe. En dat gaat automatisch. Want ik ben gewend om met nagels werken. Dus in principe is voor mij is dat een kleinigheidje. Wat ik doe met crème, en dat doe ik ook al sinds jaar en dag. Ik doe altijd crème hierop. En dan smeer ik het zo erop. En daarna moet je gewoon je handen wassen. Ik heb gewoon goede spul om je handen mee te wassen. Waardoor het gewoon altijd gewoon goed schoon is. Gedesinfecteerd is, et cetera. Dus dat vind ik gewoon heel belangrijk. En dat is wat ik doe. En heel soms, als Jordi echt heel erg veel last heeft met zijn darmen en zijn kont kapot, et cetera, dan gebruik ik handschoenen. Omdat ik dat wel zo hygiënisch vind voor Jordi, maar ook voor mezelf. Maar is het gewoon een simpel poepbroekje waar gewoon een simpele drol in zit, is dat niet zo'n probleem. En gewoon je handen heel veel wassen. Ik was mijn handen echt voor elk scheet. Dat is gewoon echt niet grappig. Dus dat is wat ik doe. En ik heb ook borsteltjes liggen om mijn nagels schoon te maken, et cetera. En hoe doe ik dat nou met eten maken? Want je ontlasting komt omdat je eet. Met rauwe vleesproducten, et cetera, gebruik ik meestal gewoon handschoenen. En dat vind ik zelf prettiger en fijner enzovoorts. Dus dat is wat ik meestal doe. Daarom kan ik mijn nagels werken. Maar ik ben het ook al gewend. Hè? Ik heb altijd al nagels gehad. Heel soms dat ik het af en toe een keer zeg maar laat luchten, et cetera. Maar in principe heb ik ze altijd al gehad. En heel eerlijk, ik vind dat als ik een eerste set zet, want ik had mijn nagels eraf geveld. Als ik een eerste set heb gezet, vind ik ze nooit zo mooi bij mezelf. Meestal vind ik de tweede set mooier. Maar hey, dat is geheel eigen mening. Dus ja, dat is wat ik doe. In principe mijn luiers verschonen. Ja. En weet je wat het ook is? Als je gewoon hygiënisch werkt en schoon bent, et cetera, dan is het kleine moeite. Oh, en natuurlijk, je kinderen moeten niet gaan zitten springen en jumpen enzovoorts, wat Liam wel eens doet. Maar gelukkig doet hij dat niet als hij gepoept heeft. Dan ligt hij meestal rustig. Dus wat dat betreft moet ik zeggen dat ik daar nog wel heel erg... En ik denk dat de schijt die ik onder mijn nagels heb gehad... is misschien op één hand te tellen. Wat ik leuk vind aan het mama zijn van jongens... is dat ze gewoon met simpele dingen eigenlijk al wel tevreden zijn. Zoals deze treinbaan. Daar kan hij gewoon echt een hele tijd mee spelen. Daar is hij nu ook aan doen. Dus dat is goed. Ik ga daar fruit maken. En dan zien we het wel weer. Zo, ik heb even rust. Niels is thuis gekomen. En die had door dat ik een beetje aan het worden was. Die zei van, ik moet toch nog een pakketje ophalen in de stad. Want ik had iets besteld voor Liam. En we waren gewoon thuis. Maar... blijkbaar hebben ze niet geklopt of zo, want het is naar een ander iets gestuurd in de stad. Dus Niels is nu met Liam en met Sam naar de stad toe. En nu is het niet eens zo dat Liam heel vervelend was. Nee, Sam, die was gewoon heel vervelend. Maar ik kan het allemaal hebben. Maar op het moment
dat ik iets wilde doen, zoals bijvoorbeeld even een broodje eten of een boterham eten of wat dan ook. Dan begon het geschreeuw. Ja, dat kan ik niet meer eten. Dat is gewoon een ding in mijn lichaam sinds mijn gastric bypass. Nee. Dus het is nu 2:50. Ik heb nog niet gegeten vandaag. Omdat continu alleen maar gezeik, gezeik, gezeik was. Maar die dagen heb je er gewoon bij zitten. En dat is gewoon zo. Maar Niels die zei dus van, ik moet toch dat pakketje ophalen. Geef me wat drinken mee. Geef me wat koekjes voor de kinderen mee. Dan zegt hij, dan ga ik even dat pakketje halen. En daarna even naar de speeltuin met ze. Dus ja, is goed. Ik zeg, dan ga ik even eten. Ik zeg, want... ja, dus ja, ik ga heel even wat eten. En ja, je zou denken, Mandy, wat moet je allemaal nog doen dan? Nou, dit. Het is één grote pestbende. Mijn hele woonkamer is één grote pestbende. Ze hebben er gewoon echt, ja, dat. Ik kom nergens naartoe, ik moet nog was ophangen. Ik kon niet naar boven toe, want op het moment dat ik naar boven wou gaan... voor bij wijze van spreken eventjes mijn was te pakken en even gewoon nieuwe was aan te zetten. Ik deed die traphekje hier dicht en het was al geschreeuw. Dus ik kon ook nergens niet heen of wat dan ook. Dus dat lukte me allemaal niet. Toen heb ik ze na hun eten heb ik ze even op bed neergelegd. En Liam ging gewoon lekker zitten spelen. En dat mag van mij ook gewoon. Dat boeit me verder ook niet. Maar Sam is van het moment dat hij boven was... tot aan net voordat hij wegging. En schreeuwen, 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 schreeuwen. En het zint hem gewoon niet. Hij heeft er gewoon geen zin in. Het zint hem niet. Het gaat niet zoals hij het wil. Dus ja, daar heb ik maar naar het springen. Nou ja, nee, bedankt. Daar ga ik niet doen. Joef, naar binnen. Nu. En Joef is ook de hele dag aan blaffen. Dus ik heb vandaag zo'n dag. En dat mag. En ik ga nu de deur dicht doen. Zodat ik even... rustig kan eten. Niels is met ze naar de speeltuin. Jordi is hier, die is daar. Die heeft buikpijn momenteel. Ik ben die dingen aan het doen. Ik ga er herfst slash misschien al Halloween van maken. Ik weet het niet. In ieder geval, ik ga het veranderen. Dus daar ben ik mee bezig. Zien jullie straks het eindresultaat van. Maar eerst de twee van de Bambix bende. Die zijn lekker aan het spelen. Daar gaan jullie nu eerst naar kijken. Komt. Goed zo, Sam. Wauw. Zeg maar, jee. Jee. Liam. Liam. Hi. Liam. Hi. Liam. Ja, ik vind hem leuk. Ik ben er happy mee. Nou, dat is gedaan. Dat wilde ik al de hele tijd doen. En dan is het nu tijd om deze rommel op te ruimen. En weer door naar mijn volgende project voor vandaag. Mijn was en dat soort dingen. Een hele goede morgen. Wij zitten met z'n allen lekker in de auto. Sam en Jordi hebben een broodje al op. Liam is nog lekker aan het eten. Wij zijn onderweg naar Inge toe. Yes, yes. En ja, hoe de dag verloopt, dat weten we niet, hè Niels? Dat maakt het niet uit. Nee, daarom. We hebben Joefie ook bij. Daar is ook Joefie. En ja, we zijn gewoon lekker onderweg. Yeah.
had bij mij van de zomer een heksensteen verstopt. Ja. Ja. En ik had hem weer mee hierin genomen. Mm-hmm. En hem hier verstopt. Ja. Maar nou heeft ze hem weer verstopt en nou moet ik hem zoeken. Ja. Gaan we samen zoeken? Ja. Oké, okay, dit is de tuin. Hier moet ik mee werken. Dus ik moet hem zoeken. Alleen in de tuin zitten. Ja. Ik had hem hier verstopt, maar daar ligt hij niet. Daar ligt hij niet. Daar liggen andere stenen. Hmm. Dan hebben we hier natuurlijk de trampoline. Hier ligt hij ook niet. Aan de andere kant van de trampoline. Ligt die daar? Je hebt hem verstoppeld, dus je moet me niet, je moet niet vertellen waar, hè? Ja. Daar ligt hij ook niet. Nee. Nee, daar zit Sam ondertussen, weg te springen. Liam die is ondertussen aan het fietsen. Ja. Maar zit ik hier warm? Ja, zit het? Lauw, oké. Okay. Warm. Dus hier moet ik zoeken? Ja. Oké. Okay. Heb je hem op de grond verstopt? Ja, okay. Ergens bij de grond. Oké. Okay. Moet ik hier staan kijken? Oh, daar is hij! Ja, ja! Ja, het was echt heel moeilijk, Jint, hè? Ja, dit was dus de steen waar het om gaat. Hm? En wat houdt deze steen in? Wil je me dat uitleggen? Waarom zijn deze stenen beschilderd? Omdat je, als je rotte gaat op school bijvoorbeeld, dan als je zo niet ziet, dan voel je weer blij. En het is de bedoeling dat, dat het zwevende stenen zijn, hè? En als je hem heel mooi vindt, mag je hem houden. Mm-hmm. Dus als je ooit zo'n steen tegenkomt, dan kun je kiezen om hem te laten zweven. Dus dat hij daar blijft, maar dat je wel een glimlach op je gezicht hebt. Mm-hmm. En als je hem mooi vindt, mag je hem houden. Ja. Maar je kan hem ook weer ergens anders verstoppen. Ja. Nou, dat is dus de bedoeling. En deze steen lag in mijn tuin. Want die had Jinte verstoppeld. En jouw mama heeft die gemaakt. Mm-hmm. En we hebben ook nog andere stenen. Ja. En die heb je ook verstoppeld nog bij mij in de buurt, hè? Mm-hmm. Ja. Grote broer komt vervelen, mag niet. Maar ja, dus als je ooit zo'n steen tegenkomt, dan weet je wat de bedoeling is. Ik ga deze steen straks weer lekker verstoppen. Ja, voor mij toch? Ja, voor jou. Speciaal voor jou. In de tuin? In de tuin. Maar je kan ook nog andere stenen verstoppen. Nee. We doen het met deze. Mm-hmm. Ja? En dan mag jij beslissen wat er mee gebeurt later. Ja? Mm-hmm. Misschien kun je hem meenemen naar ons en bij ons in de tuin verstoppen. Dan wordt het ons dingetje. We gaan zien wat ze beslist. Oké, okay. We zijn nu binnen. En Jinte laat mij nog meer stenen zien. Zoals deze. Want, wat is jouw favoriete dier? Pinguïn. Een pinguïn. Dus, jouw mama had allemaal pinguïns gemaakt? Ja, en mijn... Ja, die laten we zo zien. Ja. Eerst alle pinguïns. Uh-huh. Alle pinguïns. Maar, jouw favoriete knuffelbeer? Knuffelbeer. Dus knuffelhond. Knuffelhond, ook goed. Takkie, van de Hema. Ja. Ja, dus, ja, die heeft ze ook nog. En wat wilde jij nou doen met mij? Stenen in het huisje leggen bij ons. En dan gaan we er ook een wisselen. En die weer laten zweven? Ja. Ja, oké. Dus dat is de bedoeling. Dus wij gaan heel eventjes kijken. Mm-hmm. We zijn aangekomen bij de steenotheek. Ruilen, houden of laten zwerven.
Kijk tof, dat is de Facebookpagina. En een reactie zou ze lief vinden. 1 per persoon. Maar wij gaan ruilen. Wij gaan die ruilen. Waarvoor gaan we ruilen? Maar deze hebben wij ook al geruild. Ja. Oké. Maar nou moeten we nog meer ruilen. Ja, maar... Kun je ze niet allemaal zien? Zal ik je even optellen? Ja. Jij doet deze ruilen. Ja. Voor het bloemetje. Oké. En waar ga je die neerzetten dan? Hier. Daar bovenin? Oké. En wat ga je nou doen met die steen? Bij onze andere stenen verzameling zetten. Dus je gaat hem bewaren? Want je wordt er blij van? Of ik ga hem nog een keer verstoppen. Oké. Nou, dat is dus de bedoeling van de stenen. Mm-hmm. Hebben we denk ik al goed uitgelegd, toch? Ja. Mooi. Dus, als ik weer ooit de stenen in mijn tuin vind, dan laat ik dat zien en dan weten jullie dat het van deze knap het afkomt. En toen waren we alweer thuis. Jee, en de kindjes liggen lekker op bed. Die hebben gelijk in bed gedaan, want ze waren in de auto in slaap gevallen. En ze hebben gelukkig doorgeslapen. Ja. En daarna hebben we alle spullen opgeruimd. En dan moet ik nog brood smeren. En voor Sam morgen klaarzetten. Jordi heeft morgen studiedag, dus die is thuis. Ja, Liam heeft altijd op maandag vrij. Ja, woensdag en vrijdag gaat hij naar school. Mm-hmm. Dus ja, dat is wat we doen. Ja. Maar ja, ik ben ook nog tussendoor aan het editen. En dit is het laatste stukje van de video dat ik nog erbij moet zetten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.